De voetballers van SV Urk stonden vanmiddag tegenover Rijnvogels. De ploeg uit Katwijk is de nummer 4 in de competitie. De Urkers, die dit seizoen voor het eerst op dit niveau acteren, staan op de 12e plaats. Er was een bloemetje voor doelman Richard Strijker, omdat hij ondertussen 100 officiële duels heeft gespeeld voor Urk. De spelers van Urk in de witte tenues speelden met een rouwband. En er werd voorafgaand aan het duel een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van een erelid van de club. De tegenstander uit Katwijk doet het goed, staat in de top 4. Maar Urk heeft bewezen ook tegen de topploegen in deze derde divisie goed uit de voeten te kunnen. Hier de foute paas van Lucas Schraal. En dan zijn de gasten zeer snel in de omschakeling. We zitten in de 19e minuut. En dan is Roy van Leeuwen zeer attent. Hij opent de score. En Rijnvogels al vroeg op voorsprong. Balverlies dan van Rijnvogels door het werk van Rico Neentjes. Klaas Romkes. Lucas Schraal. Maar doelman Jannik Vlugustinus voorkomt hier de Urkse gelijkmaker. 5 minuten voor rust de vrije trap van Rijnvogels. En Edin Bibuljica verrast hier Richard Strijker. Hij schiet die bal in één keer raak en de 2-0 voorsprong voor Rijnvogels. Weer 5 minuten later deze aanval van de gasten. En dan komt Virgil Chin Ashu aan de bal. En die krijgt alle ruimte om de bal in de hoek te plaatsen. En zo is het 3-0 voor de gasten. En dat zou ook meteen de ruststand betekenen. Na de pauze komt Urk goed uit de kleedkamer. Lucas Schraal, hij doet iets terug namens de Urkers. En zo is het wellicht weer een wedstrijd. Want kort daarna de prima onderschepping van Lucas Nagel. En die bereikt Lucas Schraal. En dan moet Hesselsnoek hier natuurlijk scoren, maar hij treft slechts de paal. Dan de beelden uit de 62e minuut. Aanvoerder Dirk-Jan van den Hoever met dit bekeken balletje. Of was het een voorzet? Het maakt niet uit. Rijnvogels op een 4-1 voorsprong. Urk zou nog wel iets aan die achterstand doen. Iedereentjes met de voorzet. En Hesselsnoek scoort de tweede Urkse treffer. Maar verder komt de ploeg niet. De Urkers lopen nog wel schade op. Want in de slotfase krijgt Lucas Schraal nog de rode kaart. Maar Urk verliest met 4-2 en krijgt van Rijnvogels een lesje in effectiviteit.